Hey, hallo. Wat leuk dat je weer bij mij aan tafel schuift. En wat gaan we vandaag doen? Nou, het werk van vandaag is bij mij wat groot uitgevallen, dus hij moet op zijn kant liggen. Anders krijg je hem niet helemaal te zien. En het is een paneel, maar een vrij dik paneel. En dat komt omdat ik er laadjes in wilde hebben. En het thema is: What if, kun je hier lezen, there is nothing wrong. With you. En als je wil weten hoe je dit kunt maken, kijk dan bij me mee. Ik begin met een stuk karton. En dit karton is vrij groot en zit al aan elkaar vast. Ik denk dat hier een boek in heeft gezeten. Als je dat niet hebt, dan pak je gewoon twee stukken karton uiteraard. En ik heb wat van dat platte piepschuim. En dat ga ik er op maat snijden en tussen doen. En met één stukje, ik kan hem niet helemaal goed laten zien, maar met één stukje zie je dat ik ruimte overhoud hier. Dus ik moet er twee stukken tussen doen. En bij deze past dat precies. Dus dit ga ik even op maat snijden en dat doe ik met mijn Stanley mes. En als ik dat gedaan heb, ben ik bij je terug. En als je dan een uurtje bezig bent geweest om al die witte bolletjes van je handen en je armen af te krijgen en ze nog steeds overal zitten, kom je erachter dat op de een of andere manier de boel niet gelijk is. Maar dat gaan we wel even ontdekken als we het ertussen zetten. Misschien is de ene te kort of de andere te lang. Altijd handig als de ene te lang is, kun je er nog wat aan doen. Tja, ik kan er nog een stukje afhalen. Gaan we weer bezig met die bubbeltjes. Blijkbaar niet zo goed afgemeten. Dus dat doe ik nog eventjes. Wanneer dat gedaan is, dan plak ik met Mod Podge deze en deze op elkaar. Maar nog niet aan de binnenkant van het karton. Alleen deze en deze. En terwijl dat ligt te drogen, ga ik wat doosjes maken. Dit is een doosje van een theezakje. En daar zat een dekseltje op. Like zo. En dat heb ik een beetje eraf geknipt. En dat ga ik hier bovenop plakken. Want ik ga een uitsparing uitsnijden, zodat er bovenop, nou, iets uit kan komen. Zo. En dan wil ik aan beide zijkanten ook nog wat uit laten komen. Dus ik ga doosjes maken. En dit is een oud. Dit is een oude menukaart. Volgens mij komt die nog uit Berlijn. En dan is het een kwestie van bepalen hoe groot ik deze wil. Dat is best wel groot natuurlijk, hè? Als er uit twee kanten iets moet komen. Dus de helft hiervan. Ongeveer zo. Ik moet even genoeg ruimte ophouden om opstaande randjes te maken. En het hoeft niet per se met zo'n zijkantje. Dat vind ik niet bijzonder interessant. Knip, knip, gedaan. En dan deze nog. Ook gedaan. En dan vouw ik wat randjes omhoog. Moet natuurlijk niet hoger zijn dan de doos zelf of het piepschuim. Dus zo. Mag ik. Dan knip ik hier wat in.
pak ik wat tape. Niet de bedoeling dat die tape het doosje goed bij elkaar houdt, want ik ga het nog bekleden. Toch benieuwd waarom ik zo'n grote afstand heb, terwijl ik alles op 1,5 centimeter heb gemeten. Nou, dat is gewoon 2 centimeter. Knip ik er nog wat af. Et voilà. Een doosje. Wat er straks uit kan schuiven. Ik ga een iets kleinere... Sorry hoor. Dit doosje kan er straks uit schuiven. Ik ga nog zo'n opstaand randje eraan maken. En misschien doe ik dat gewoon met nietjes. Dan zit het lekker goed vast. En lijm en whatever. En ik ga nog zo'n doosje maken. Ietsje kleiner. Voor... Nou, aan deze kant... Dus dat aan twee kanten er wat uit kan schuiven en aan de bovenkant. Dus ik moet wel rekening houden met het feit dat daar dus nog een doosje komt. Dus waarschijnlijk komt er nog eentje hier die misschien wat langer is. Ga ik nog even maken. Ik heb dus allemaal bakjes met opstaande randjes aan één kant. Waarom weet ik nog niet, maar... dat komt wel goed. Dus wat ik nu ga doen is ze erop leggen. Een randje eromheen tekenen en ze uitsnijden. En toen ik het uitsneed, toen brak het een en ander af. Waarschijnlijk omdat de Mod Podge in het piepschuim is getrokken. En de boel niet echt aan elkaar houdt. Goed dat we dat weten. Ik hoop dat mijn project nog lukt. Ik snij het er weer bovenop. Nee, plak. Ga ik de volgende uitsnijden. En als het weer gebeurt, dan plakken we de boel weer gewoon aan elkaar. Ik ga nu het piepschuim in het karton vastplakken. En omdat ik ontdekt heb dat piepschuim dus blijkbaar niet zo makkelijk op piepschuim geplakt kan worden, weet ik ook niet of het makkelijk op karton geplakt kan worden. Karton is minder poreus natuurlijk. Dus ik ga in ieder geval ook nog met wat tape om de uiteinden heen, zodat het wel bij elkaar blijft. En dan is de basis van dit paneel gelegd. En dan zijn we er nog lang niet. Nou, dit moet het toch aan elkaar houden, denk je niet? Zo ziet het eruit. Sorry. Hier moeten dus straks mijn laadjes in. Hoop dat het allemaal past zo dadelijk. Zou jammer zijn als het niet zo was. En dan gaan we hier ondergoed op plakken. En dat ga ik natuurlijk... ook over deze dingen doen. En hier. En wat is ondergoed opplakken als je dat nog niet weet? Ondergoed is oude boekpagina's waar ik de witte randen van afscheur. Witte randen zijn er van afgehaald. En omdat ik sowieso dus er omheen ga werken, laat ik ze even wat groot. En de achterkant ga ik misschien ook wel even doen, gewoon om het af te maken. Maar we plakken dus oude boekpagina's op de ondergrond met Mod Podge. En dat doen we zo
oude boekpagina. Ik moet natuurlijk even in de gaten houden waar dat gat zit. Mod Podge eronder en Mod Podge eroverheen. Dat moet dan drogen. En ik ga gewoon verder. Aan deze kant bijvoorbeeld. Kun je dat nog zien? Dan ben ik off camera. Het boek is een beetje groot. Het paneel is een beetje groot geworden. Dus. En zo zien we ook niks meer van het plakband straks. En het komt allemaal goed, want we gaan het over de hele ondergrond doen. Dus ook gewoon de rest. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Kijk. Oh, maakt ook niet uit. Voilà. En dat gaan we aan alle kanten doen. Ik heb hem helemaal bekleed. Alle kantjes. Kun je het zien? En ik leg hem even zo neer, want dan past hij in beeld. Maar uiteindelijk moet hij zo komen. En ik ben ook al bezig geweest met mijn bakjes. Ze zijn nog niet helemaal af. Maar ik ga eerst wat tijd besteden aan het paneel zelf. Ik pak een IKEA Family kaart. En wat briljant rode verf. Nou, de eerste laag zit erop. Randjes ook een beetje natuurlijk, waar we die hebben. Droog. Het is nog niet droog allemaal, maar ik heb er een stencil bij gepakt. En dat leg ik erop. En ik heb mijn zwarte gesso dit keer maar eens gepakt. Ik heb geen idee of het leuk wordt. En dat ga ik over het stencil uitsmeren. Ondertussen word ik bevreden door Lucas onder de tafel. Ik weet niet precies waarom. Hij heeft zijn eten gehad. Tja, ik heb het al lekker dik op gedaan. Dus het heeft echt al een tijdje nodig om te drogen. Ik ga het er voorzichtig aftrekken. Aha. Hier ben ik wel blij mee. Dus deze gaat even aan de kant. Jo. En dan ga ik deze even schoonmaken. Want de onderkant heeft nu ook wat afdrukjes. En als ik nu direct het stencil weer op mijn werk leg, dan krijg ik daar weer afdrukken van. En daar zit niemand op te wachten. Ondertussen doe ik de doosjes ook dezelfde kleuren geven. En ik besluit wel, of eigenlijk tegen het gebruik van het stencil. Want dat wordt me een beetje te veel en te lastig, omdat het stencil zo groot is. En deze moet ook niet te dik worden. Ik heb nog niet eens getest of ze erin passen. Deze past. Ja, ze passen er allemaal in. Dat is mooi. Volgende laag. Beetje paars. Volgens mij heb ik nog wel genoeg. Net genoeg.
De doosjes natuurlijk ook. Ik doe er wat metallic paint overheen. Dit is een rosé gold. En alle kantjes in de doosjes. En er mogen van mij ook wat glittertjes op. En dit is een groene glitter. En het is allemaal nog niet helemaal droog. En dat zal mijn worst wezen. Dit wordt gewoon heel subtiel. Hoe het licht erop valt. En dit heeft altijd een wat langere droogtijd nodig. Op de bakjes ook. Ik heb een hele mooie achtergrondafbeelding. We zijn bezig met de ondergrond. Dit wordt een Mod Podge transfer. En ik heb 3 lagen echte Mod Podge. Deze. Hierop gedaan. 3 lagen. Dus 1 laag laten drogen. Nog een laag laten drogen. Nog een laag laten drogen. Straks als de ondergrond klaar is. Dan doe ik weer echte Mod Podge hierop. Dan doe ik hem zo. Op de ondergrond. En dan krijg ik deze afbeelding hierop. Maar wat waziger. Maar dat gaan we straks zien. Maar dan weet je het vast. Als je het leuk vindt om dat ook te doen. Terwijl je hiermee bezig bent. Kun je heel makkelijk 3 lagen Mod Podge eroverheen gooien. En waarom gebruik ik niet de Neppert. Dus van de Action. Die hier vastgeplakt zit. Deze. Normaal zit het in zo'n potje. Is omdat ik het gevoel heb dat die lijm voor dit werk prima werkt. Maar voor dit soort trucjes de Mod Podge beter is. Toen ik het met de Mod Podge van de Action deed, verdween de afbeelding toen ik de achterkant van het papier eraf aan het halen was. Met wat water en mijn vinger. Dus dat was een beetje jammer. En ik hoop eigenlijk dat het met deze Mod Podge beter gaat. En omdat de glimverf nog een beetje moet drogen, of de glitterverf, pak ik er gewoon mijn sprayverf bij. Voor een paar accentjes. Alleen is die hoek en die hoek iets te heftig voor mij. En dan weet ik wel dat het anders opdroogt. Maar just to be sure, deppen we het er gewoon een beetje af. En dat doen we ook met de Sunshine van Mr. Ewish. En nu ga ik het echt laten drogen. Duurt wel even een tijdje. En als alles dan droog is. Nou ja. Droog. Plakkerig nog hier en daar. Maar goed. Voor de volgende ronde maakt dat niet heel veel uit. Leg ik deze heel even aan de kant. Pak weer deze erbij. En dan moet ik hem goed neerleggen trouwens. Want ik wil straks deze kant naar boven. Dus de afbeelding moet er zo op. Goed aan denken. Echte Mod Podge. En nu ga ik nog een laag lijm op de voorkant doen. En het allerbelangrijkste is dat op de achterkant absoluut geen lijm komt. Want die achterkant moeten we eraf gaan wrijven. Pakken we deze erbij. En dan leg ik deze er zo op. En dan pak ik even een doekie. En ik wil dat het goed aangewreven is. De luchtbellen er zo goed mogelijk uit. En dit ga ik een paar uur laten drogen. Zodat, nou ja, de afbeelding straks achterblijft
als ik de achterkant van de pagina er vanaf ga wrijven. En dat gaat me wel even wat tijd kosten. Maar dat laat ik zien zodra dit droog is. Deze heeft iets langer dan een uur gedroogd. En ik kan eigenlijk niet lang wachten, dus ik ga gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Ik doe wat water op het tijdschrift. En dit is een gedroogde babywipe. En daarmee ga ik het papier van de afbeelding afwrijven. En dit gaat wel even een tijdje duren. Ik hoop dat ik het niet te snel heb gedaan. Maar je ziet hier al iets doorheen komen en het lijkt niet op een ondergrond. Dus ik ga heel langzaam al het papier verwijderen. Zodat de afbeelding straks op mijn ondergrond geplakt zit en we deze kunnen zien. En als alles er dan af is, en dat ga ik morgen even bij daglicht bekijken, dan zie ik de afbeelding wel, maar niet zoals gehoopt. Hier staat een dame en hier staat een dame, denk ik. Het is wel een interessante afbeelding, dat moet ik zeggen. Het maakt voor een mooie achtergrond. Misschien met de focal points dat ik vergeet dat ik dit erop heb gezet. Maar ik vind de randen wel prachtig. Dus het was de moeite waard. Ik denk dat het misschien te maken heeft dat het uit een tijdschrift kwam. En dat een afbeelding met een laserjet geprint beter getransferd kan worden. Dus dat gaan we nog wel eens ontdekken met een nieuw project. Ik zou deze stap overslaan, want het droogt op met een rare film en ik ga er gewoon wat overheen plakken. Dus dat lost zich wel weer op. En dan weten we ook dat dit niet lukt. Ik ga met de focal points aan de slag. Ik heb het uitgekozen, ik ga het uitsnijden. En als ik een compositie heb, dan zien we elkaar weer. Ik moet hem even zo neerleggen, want het is een te wat groot oppervlak voor de camera. Dit wordt de compositie. Ik ga even de verschillende elementen op elkaar lijmen met Mod Podge. En als ik dat gedaan heb, wil ik toch nog wat aan de achtergrond doen om hem wat weer naar voren te krijgen. Ik denk stempelen. En dat doe ik natuurlijk met Mod Podge. En ik ga kijken waar ik de verschillende delen aan elkaar kan plakken. Voorzichtig. Nog niet op de ondergrond natuurlijk, maar dat is niet al te makkelijk soms. En uiteraard moet zij erop blijven staan. Viezigheidje. Viezigheidjes hoeven niet, hè? Nou, zo doe ik dat. Druk het even aan. Dan heb ik straks één grote afbeelding die ik er in één keer op kan plakken. Wat ik al zei. Ik ga nog wat stempelen. En ik heb een clear stamp. Setje van allemaal hartjes en daar wil ik even een stempelblok voor hebben. Dat maakt mijn leven makkelijker. En natuurlijk mijn inkt. Zo komen er nog wat stempels hier en daar op.
Ik wil nog wat metallic groen, dus ik pak mijn tandenborstel erbij. En pak even wat verf uit een potje. Ga mijn vingers heel vies maken. Niet de zijkanten vergeten natuurlijk. En terwijl dit droogt, doe ik hetzelfde met de laadjes, niet te vergeten. We hebben dus laadjes, hier. We hebben plaatjes op elkaar. En nu moet deze natuurlijk hierop. Ik ga hem in één keer doen. Ho. Omdraaien. Zo, schoon papiertje. En dan moet hij er wel goed op. Als ik off camera bezig ben, dan ben ik met de voeten en de benen bezig. En nu met de handen. Voorzichtig, want je kunt je afbeeldingen ook stuk trekken. Ben ik heel goed in. Nou, laat ik dit even drogen. Ik pak de inkt er nog even bij. Ik ga even de randen zwart maken. Dat gaat sneller dan met de Stabilo. En als het ergens niet goed pakt, kan ik er altijd met de Stabilo nog eventjes langs gaan natuurlijk. Tijd voor de Stabilo. Maar wat doen we met de Stabilo? We gaan om ons focal point heen. Met het potlood. We wreven het een beetje uit met wat spuug. Waardoor we een mooie lowlight krijgen. En dat gaan we om de hele afbeelding doen. En normaal doen we dat natuurlijk ook om het hele werk. Maar dat heb ik nu al met de Stazen inkt gedaan. En dan is het voor het grote paneel tijd voor de white dots. En dan zijn we natuurlijk nog niet klaar. Want de laadjes moeten ook wat afbeeldingjes krijgen. En dan is het misschien nu tijd om het thema te bespreken. Het thema is What if there is nothing wrong with you? We denken natuurlijk vaak dat er wel iets mis met ons is. Maar wat als dat niet zo is? Wat als we dat alleen maar denken? Wat als er niks verbeterd hoeft te worden, dat je precies goed bent zoals je bent? En dat kun je verder trekken. Wat als er niks mis is in de wereld om je heen? Wat als er niks is wat jij zou moeten oplossen? Wat een rust krijg je dan in je hoofd? Dus dat probeer ik de laatste tijd mee voor te houden. Dat er geen problemen zijn die ik op moet lossen. Er zijn alleen maar situaties en daar kan ik naar kijken. Dus dan wordt deze ook weer grappig, want op de voorgrond, of op het paneel, zal ik what if gaan plakken. En in de laadjes, we hebben er drie. There is nothing wrong with you. En je kunt de with you dan ook dicht laten. En bedenken, what if there is nothing wrong?
En dan zijn de laadjes de gedachten die je hebt. Dus ze komen uit jezelf. Jij bent degene die bepaalt of er iets mis is, ja of nee. En of je daar heel veel aandacht en energie aan gaat besteden om het eventueel denken te kunnen oplossen. Nou, daar moet ik de plaatjes nog voor bij elkaar gaan zoeken. En wat als ik er nog met wat fired brick, distress oxide overheen ga? Dan wordt zij iets minder wit. Dat vind ik ook niet heel erg. En ik heb ook nog een gele. En het is een distress spulletje, dus je kunt het uitwrijven, wegwrijven, je kunt er van alles mee doen. Dat ga ik natuurlijk ook nog in de laadjes doen. En over de laadjes gesproken, nice, over de laadjes gesproken, what if there is nothing wrong with you? Dus what if komt op de voorgrond, dit woord there is in het laadje daarboven, nothing wrong. Hierin, with you, daarin. Maar ik moet even gaan snijden. En ik wil een verhogingje voor de woorden doen, omdat ze niet wegvallen. Want het zijn laadjes, dus ik kan er een soort van dimensie in maken. Dus dat ga ik proberen. Weet nog niet hoe. Mod Podge. Het eind van de video zul je ook nog wat close-ups vinden en dan kun je het allemaal wat beter bekijken wat ik hier heb gedaan. Eerst gaat dit wiel erin. En zo ga ik alle plaatjes met Mod Podge erin plakken. Daar ben ik waarschijnlijk zo mee klaar. Het is allemaal ingeplakt en ze hebben ook een stabilo randje gekregen. Ik wil nog wat blue dots erop doen, maar misschien komt dat aan het eind. Ik wil nu iets bedenken waardoor ik de woorden there is nothing wrong with you iets hoger hebben. En dat kan ik wel. Oeh, wait a minute. Zwart karton, deze en mijn letters natuurlijk. Dus ik kan hier wat uitknippen. En dan ga ik de woorden even bij elkaar zoeken. Daar heb ik natuurlijk deze voor. There. Dat is een. Ik ben zo bij je terug hoor. Oh, zal ik het onscreen doen? There is. Dit zien? There is. Die ga ik even met Mod Podge op zijn plaats plakken. En dat is altijd een leuk gefriemel. Helemaal niet erg. Ik kijk er altijd een beetje tegenop. Maar misschien dat het nu wat makkelijker is omdat ik een soort van templateje heb. Kunnen we dat even op maat knippen? There is. Dan hebben we onze treasure gold nodig. Of course. Want ik hou niet van die witte letters. En ik heb nog niet een goudkarton gevonden. Eigenlijk ook nooit aan gedacht. Misschien moet ik het gewoon met goudkarton eens een keer gaan doen.
En misschien heb ik dat zelfs wel. Maar ik heb nog geen goudkarton ergens liggen. Dus, nou, zo kunnen we het ook naar smaak maken. Voorkeur. There is. Oh. Het zit tussen mijn nagels. En dan hebben we van deze blokjes, een soort van foamblokjes. En dan ga ik gewoon zo'n rij opplakken. Ben ik er nog? Deze foamblokjes, daar kan ik mijn there is opplakken. En ik zie dat als ik tot hier ga, dat het precies past. Dat zit erop. En dan is de bedoeling dat ik het er in één keer zo afkrijg. Wel in het goede bakje. What if? There is. Zo. There is. En de rest ga ik natuurlijk ook even doen. Nou ja, even. Ik heb wat oude glue dots gevonden. Leuk. Transferfolie. Rood, denk ik maar. En die glue dots zitten op een velletje. En die kan ik op mijn werk plakken. En dan hoeven ze eigenlijk niet allebei tegelijkertijd, in principe. Maar soms doen de glue dots wat ze zelf willen. Zoals deze. Deze wil dus blijkbaar wat minder makkelijk op mijn werk. En dan ga ik ook even in de laadjes kijken of ik daar nog een glue dot kwijt kan natuurlijk. En glitter. Dus ik pak mijn spraylijm erbij. En gebruik het folie daarvoor. Very nice. En dan had ik het idee om nog wat aan die soort van laadjes te hangen. Ja. In ieder geval hier. En dan pak ik even mijn korpedaal erbij. Ik heb even de B gepakt. Daar kan ik makkelijk gaatjes mee maken. Het hoeft niet zo'n groot gat. Kijken of ik erbij kan. Kun je het zien? Het is een groot ding. Nou zit hier een gaatje in. En ik heb van deze kleine ringetjes. En misschien moet ik ze even een beetje grungen voordat ze eraan gaan. Ze gaan eraan. Dan maar een beetje zwart. Niet te veel. Dat kleine beetje.
En omdat deze hier nog staat, een beetje goud. En dan hangen we zo'n sleuteltje op eenvoudige wijze, soort van, aan het laadje. Zo. Die zit erin. Zo. Nou. Past ze niet helemaal op, hè? Dit is ze. What if nothing... Oh nee, what if there is... Nothing wrong. Ah, je kan het niet zien, hè. Nothing wrong. With you. Interactief schilderij geworden. Ik hoop dat ik je hiermee geïnspireerd heb. Ik vond het een leuk project om te doen. Ik heb al direct een nieuw idee bedacht. Ook voor zo'n dik schilderij, maar dan wordt het een soort van museum. Dus dan ga ik deurtjes maken of raampjes maken en daar dingetjes in doen. Ik ben heel erg blij met het eindresultaat. Ik vond het fijn dat je weer bij mij aan tafel zat en ik hoop je snel weer te zien.